De CQ-Norm 175 is een uiterst comfortabele dozenopener van Martor. Daarnaast is het veiligheidsmes geschikt voor tal van andere materialen. Het weegt slechts 31 gram. De tweezijdige schuifknop kunt u met uw rechter- en linkerhand bedienen. Om te snijden, insteken en duim van de schuifknop halen. Op het eind, het mesje trekt zich terug. Ook hier geldt, insteken, duim van de schuifknop halen, snijden. Kunststof strapbanden snijdt u het beste in een hoek van 45 graden. Bij pelletfolie bovenaan beginnen en naar beneden snijden. De snijweerstand zorgt ervoor dat het mesje zich niet te vroeg terugtrekt. Ook bij plakband geldt, insteken en druk uitoefenen op het mesje, duim van de schuifknop halen, snijden. Maar let op, plaats de andere hand nooit op het snijtraject. Bij het verwijderen van een flap aan de buitenkant beginnen en snijden. En in principe altijd weg van het lichaam. Zoals altijd, duim van de schuifknop halen, zodat het mesje zich aan het einde kan terugtrekken. Tot veilig snijden behoort ook het veilig transporteren, idealiter in het Martor gordeltasje. Ook bij het deksel van de doos snijden steeds van het lichaam wegsnijden, zelfs wanneer u door de veilige terugtrekking van het mesje betrouwbaar beschermd bent. De snijdiepte van slechts 10 mm dient ter bescherming van uw goederen. Om een venster in een doos te snijden, insteken, duim van de schuifknop halen, snijden. Bij verzenddozen reduceert u het volume door ze op maat te snijden. Ook bij de goederenontvangst kan de CQ-norm 175 goed overweg met meervoudig verpakte retourzendingen. Voor een nieuw snijvlak draait u het mesje. Druk daarvoor de mesjeswisselknop in en trek alles naar achteren. De schuifknop komt vanzelf omhoog. Let op, het snijvlak niet aanraken. Maar het mesje enkel aan de stompe kant vastpakken. Het mesje weer precies op de nokken plaatsen. De greep sluiten. De schuifknop klapt automatisch dicht. Testen en veilig opbergen. Als alle vier de snijvlakken bot zijn, vervangt u het mesje. Greep openen om het oude mesje eruit te halen. En daarna meteen in de verzameldoos te gooien. Gebruik alleen Martor mesjes. Mesje precies op de nokken plaatsen. En tenslotte greep en schuifknop sluiten. Testen. Voor het schoonmaken verwijdert u het mesje en legt u dit veilig weg. Uitkloppen. En schoonblazen om het meeste vuil te verwijderen.
testen en in het gordeltasje opbergen. Gebruik ook onze andere media, zoals onze veiligheidsposter. En neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht.